hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, voor mij is het inmiddels maandagavond. En morgen moet ik weer gaan beginnen tot om 6 uur. Het worden weer twee ontzettend hete dagen. Dus ja, het is weer zover. De tropenrooster gaat weer beginnen op het werk. En ik moet er dus weer vroeg uit vandaag. Maar ja, dan ben ik ook wel weer, of morgen, en dan ben ik weer eerder klaar met werken. Zie, ik hou gewoon morgen en dingen door elkaar heen, maak het allemaal uit. Ja, hoe is de week geweest? Hoe is het weekend geweest? Dat is eigenlijk belangrijk, hè? Hoe is het weekend geweest? Weekend was ontzettend leuk. Eigenlijk de hele week was eigenlijk leuk. Natuurlijk naar Hoek van Holland geweest. Met Ramon. Hebben we een leuke vlog daar gemaakt. Zaterdag Efteling gedaan. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk. En gisteren naar Mini Mundi. Ik moet nog elke keer wennen aan die ontzettend rare naam. Mini Mundi. In Middelburg. Was ook leuk. Alleen, jullie hebben het gezien. Ik ga er verder niet meer te veel over zeggen. Wat onaardig personeel. Maar ja. In ieder geval een leuk weekend geweest. Of dat ik aanstaande zaterdag weer naar de Efteling ga, dat weet ik nog niet. Moet nog even kijken hoe dat gaat. En voor de rest was het wel een top weekendje. Ja. Ja, ik heb wel genoten. Was wel leuk. Ik heb een leuke vlog gemaakt. Eindelijk eens een keertje. Ik moet het zoals ik zaterdag dan wat vaker doen. Gewoon een vlog van ongeveer een uurtje. Ik heb altijd van die bizar grote. Van die bizar grote video's. En het moet eigenlijk een uurtje zijn. Want 2,5 uur is gewoon eigenlijk veel te lang voor een vlog. Dus nou was het eindelijk eens een keer een goede tempo. Nou, ik zal eens even kijken of ik. Zijn mijn mondhoeken goed? Is alles goed? Want ik krijg ook te horen dat ik heel erg vriendelijk behandeld word door iemand. Maar achter mijn rug, omdat er over me geluld wordt. Nou ja, nou ben ik zo iemand. Ik heb daar gewoon scheid aan. Want ik trek mijn eigen plan wel. Waar ik ook ben. Of dat ik nou in de Efteling ben. Of ik ben gewoon thuis aan het vloggen. Of ik vlog in een ander park, of ik doe een wandeling, of ik doe een boswandeling, of ik doe, ga ergens anders op excursie uit, waar ik een leuke vlog van wil maken. Ik ga mijn eigen gang. En ik laat me eigenlijk niet leiden door anderen. Ik hoor niet bij een andere groep en ik wil niet bij een andere groep horen. Ik ben gewoon Marco, gewoon It's Ultrex, en ik ga gewoon mijn eigen plan trekken en ik ga met mijn eigen vaste mensen ga ik leuke vlogs maken voor jullie. Nou, en die vaste mensen, jullie weten het, dat is natuurlijk Kevin en natuurlijk Ramonski. En komen er anderen bij in de Efteling, dan is het hartstikke leuk. Maar het is niet echt de groep die momenteel is. Is gewoon Ramon, Kevin en ik. En ik hoor niet bij een andere groep. Ik ben ook niet bij een andere nieuwe groep aangesloten. Wil ik ook helemaal niet. Ik ben gewoon Marco en ik maak gewoon mijn eigen vlogs. En in de Efteling of in een ander park trek ik mijn eigen plan. En ga ik niet met de horde mee. Dus dat wou ik nog eventjes kwijt op deze maandagavond. Nou, het weekend, jullie hebben er in de vlogs verder niks van gehoord. De zaterdagvlog niet, de zondagvlog niet. Maar het weekend heb ik ook één minder punt. Er is vrijdag op zaterdag is de brand geweest bij ons op het werk. Is een werkbus uitgebrand. Erg verschrikkelijk. Sommigen die zeggen van, joh, het kan mij interesseren. Het is toch maar een werkbus. En het is allemaal vervangbaar, weet ik voor allemaal. Ja, maar je werkt er toch wel keihard voor. En ik heb toch wel een paar vloekwoorden eruit gegooid toen ik het hoorde. Want ik vind het toch wel balen. Je werkt er toch allemaal keihard voor om een nieuw gereedschap bij elkaar te krijgen.
En om alles goed te laten verlopen. En ja, als dan dit gebeurt, dat is weer gewoon, ja, vind ik gewoon triest. Ik baal er ontzettend van. Ik heb er echt ontzettend de balen van. Ik vind zoiets, ja, het is gewoon niet nodig. En überhaupt al dat iemand ja, zoiets in gedachten heb en tot uitvoer breng. Nee, daar kan ik nou niet echt bij. Ik kan me nou niet echt bedenken wat daar nou zo leuk en grappig aan is. Ik vind het in ieder geval niet leuk. Ik heb er ontzettend van gebaald. Het was niet mijn werkbus. Maar het was wel een werkbus van mijn bedrijf. En dat vind ik gewoon kloten. Alles moet gewoon lekker soepel lopen. En je moet gewoon je eigen spullen moet je gewoon ergens neer kunnen zetten. En dan moeten ze gewoon met de poten en klauwen van andermans spullen afblijven. Dat wou ik nog eventjes kwijt. Nou, poesjes zijn er. Ik heb vandaag weer een nieuwe begeleidster gehad. Die heb ik nog nooit gezien. Dus dat was ook wel weer even spannend. Maar toch wel weer leuk. Ja, weer een nieuw gezicht erbij. Dat is ook wel leuk. En aan de ene kant vind ik het ook wel leuk, weet je wel. Weer een nieuw gezicht erbij. En ja, opnieuw leren kennen en zo. Vind ik wel ontzettend leuk. Dus ja, ik heb wel een leuke dag gehad voor de rest. Mijn favoriete man. Vandaag met mijn favoriete man gewerkt. Super Jelle. Was echt hartstikke gezellig. En morgen zit hij ook lekker weer gelukkig gezellig bij me. Het enige wat nog eigenlijk ontbreekt, dat is de herrie hierboven. Dat is nog steeds gaande. Vorige week dinsdag kwamen ze. Meestal blijven ze altijd een weekie. Dus als het goed is, zijn ze morgen opgerold. En is het morgen weer een stuk rustiger. Hè? Nou, mijn buurman is al bezig met de nieuwe schuttingen zetten. Dat is ook alweer gelukt. En ik zit nog even lekker op Twitter. En ik ben nog even lekker een beetje met de computer bezig. Ik heb problemen met... ik heb wel een klein probleempje gevonden. En volgens mij weet ik waaraan dat ligt. Dat ligt volgens mij aan mijn computer. Als ik mijn Planet Coaster Park te groot maak, krijg ik een foutmelding. Dan krijg ik op een gegeven moment een foutmelding en is het spel weg. Ik denk dat dat komt omdat mijn geheugen, mijn computer staat best wel vol met filmmateriaal en zo. En mijn twee grote geheugen, mijn grote opslag dingen zijn allebei vol. Dus ik denk dat ik toch eens even moet gaan selecteren en even moet kijken dat ik wat kan weghalen, zodat ik weer wat nieuwe spul erop kan zetten. Nou, dat moet ook gebeuren. Ik heb twee van die hele grote van die grote harde schijven heb ik. Dat was het woord, harde schijven. Ik heb er twee zelfs. Dit zijn ze. En die zijn er, momenteel zijn ze allebei vol. Dus ik ga dus even kijken of ik een selectie kan maken. Oh, lopen weer een kat doorheen. Ik ga even kijken of ik een selectie kan maken. En dan ga ik kijken of dat ik de bestanden die ik toch niet gebruik, die ga ik eens eventjes verwijderen. En dan ga ik eens even kijken of dat ik wat meer ruimte kan kweken. Want mijn computer staat vol. En als uw computer vol staat, dan kan het spel een beetje mislopen. Het spel is enorm groot, heeft ontzettend veel snelheid nodig en grootte nodig, want het is best een groot spel en heb ook best wel veel geheugen nodig. Dus mijn computer moet eigenlijk het liefste zo leeg mogelijk zijn, zodat ik eigenlijk genoeg ruimte heb voor mijn spel te laten draaien. Het is eenmaal een groot spel, heb veel geheugen nodig. Dus daar moet ik even naar kijken. En ik denk dat het dan wel weer een stuk beter gaat als mijn computer weer wat leger is. Of anders moet ik weer een nieuwe harde schijf bij kopen een keertje. Moet ik even kijken. Maar dat gaan we dan wel zien. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. Ik ben in ieder geval weer lekker bezig. Ik heb in ieder geval weer een paar hele leuke vlogs gemaakt afgelopen weekend. Hoor helemaal geen reacties de laatste tijd meer in mijn video's. Af en toe nog wel van Alinda. Alinda, hartstikke tof dat je af en toe even een reactie geeft. Maar het kunnen er veel meer zijn. Ik heb 300,
64 abonnees of zoiets heb ik nu al. Ja, 364. Zo ongeveer. En ja, als er maar één of twee mensen reageren, jongens. Kom op, dat kunnen er veel en veel meer zijn. Dus laat even een leuke comment achter bij de vlogs. En post wat meer reacties. Zou ik wel hartstikke leuk vinden. Duimpjes gaat in ieder geval wel perfect. Maar er mag ook wel eens af en toe even een berichtje onder in de comments gezet worden. Dat zou wel een stuk leuker wezen. Nou, in ieder geval, dit was even de vlog voor vandaag. Ik heb verder niet veel meer te melden. Ik heb nu een t-shirt aangetrokken. Die liep de hele tijd in mijn blote borst, maar dat vind ik niet zo mooi staan op beeld. Dus ik heb maar even netjes een t-shirt aangetrokken. Misschien worden daar ook nog wel grappen anders over gemaakt. Dus ik heb het t-shirt maar even snel aangetrokken. Dan kan er in ieder geval geen grappen gemaakt worden achter mijn rug om. In ieder geval, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. Doe hem even aanvinken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes. Nog een fijne dag verder, wanneer je het ook kijkt. En ik zal zeggen, jongens, skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.